Wow, wacht. Is dat zo lang geleden? Ja, het is al zo lang geleden. Kan je stoppen met de hele tijd de district op pauze zetten? Want het... Yo, wat is up, mankers, en welkom bij deze video. Zoals jullie laatst waarschijnlijk hebben gezien, heb ik een diss track geüpload. En die is goed ontvangen, maar er waren ook heel veel negatieve reacties. En dat vond ik op zich wel funny, want die negatieve reacties zijn gewoon echt het meest retardede wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Het zijn zeg maar vooral van die reacties waarvan je gewoon weet dat de persoon die dat heeft geplaatst gewoon niet snapt waar de fuck die het over heeft en wat die heeft gezien en dan dat soort shit, you know? Weet je wat, laten we gewoon meteen beginnen. Ik heb hier nul zin in, holy shit. Pascal, je bent echt een kluns, want je ziet Don als Gargamel en de rest als Smurf. Maar dat klopt niet. Gargamel is groter dan de Smurfen, dus dan moet dat Joost zijn. En Don is de oudste, dus dan moet Don grote Smurf zijn en niet Gargamel. Oh my god, are you kidding me? Oké, laat ik gewoon eerst even de hele district uitleggen, oké? Voor iedereen die het niet snapt, ik ga het je bij deze uitleggen. Het is namelijk niet een normale district, maar het is een beetje een district met een story erin. Want het leek me gewoon leuk om er een story in te verwerken in plaats van puur lines droppen en that's it. Het hele concept van deze district is Don is Gargamel, de kijkers, jullie zijn de Smurfen en ik ben grote Smurf die jullie alles uitlegt. Want voor de mensen die de Smurfen niet kent, Gargamel haat Smurfen. En daarmee wil ik niet zeggen dat Don kijkers haat, maar Don heeft soms wel eens opmerkingen van kutkoters en van die jochen die irritant doen en al dat soort dingen. Dus leek het mij leuk om Don Gargamel te maken en jullie kijkers de Smurfen. En dan had je in dit concept dus iemand nodig die een beetje de baas ging spelen over de Smurfen. En dat is dus hier in de rol van grote Smurf. Ik. Want daarom heb ik ook die rode muts op. Dus dat is zeg maar het hele idee achter een Smurfen thema. Maar hey, er zijn heel veel kijkers die daar dus blijkbaar geen fuck van snappen en dan dit soort retarded reacties achterlaten. Waarvan ik denk van, yo, are you kidding me? Dus daarnaast denken mensen dat ik Don kaart in de zeik neem, maar dat is ook niet zo. Don en ik zijn gewoon goede markers en we kunnen best goed met elkaar praten. Wij hebben totaal geen ruzie tegen elkaar. En we vinden het juist leuk om elkaar af en toe te stangen. Echt, ik zweer het, waarom kunnen sommige mensen gewoon niet goed nadenken? I mean, ik heb hem zelfs gelinkt in het outro en ik heb zijn video in het outro gedaan. Oh boy, ik haat hem zo erg! Maar laten we verder gaan met de reacties. Hij zegt dat Don en Milan profiteert, maar nu gebruikt hij Don zijn naam en andere en betere YouTubers om views te krijgen en van hen te profiteren. Nee, dat is totaal niet waar. Oh mijn god. De hele reden waarom ik andere YouTubers heb gevraagd is omdat het allemaal vrienden van Don zijn. En daarnaast ook vrienden van mij. En het een meme slash joke is dat Don nooit leuk doet. Dus leek het mij leuk om op dat stukje van de song zijn vrienden hem te laten vertellen dat hij leuk moet doen. Dat is de hele reden daarachter. Het enige trieste is dat Pascal geen geld had voor een goed decor en achtergrondmensen. What? Ik heb letterlijk 4 locaties gebruikt. 1 locatie was op een school in de kerstvakantie terwijl de scholen dicht zijn. Weet je hoe kut dat was om te regelen. Dus daarnaast ook nog eens figuranten fixen. En je moet je ook even beseffen, alles in deze district heb ik zelf geregeld qua figuranten, qua locaties, etc. En met sommige dingen heeft een vriend van mij, Leon, ook geholpen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat het mij best wel veel werk heeft gekost om dit hele ding in elkaar te zetten. Dus shut the fuck up dat ik een slecht decor en achtergrondmensen had. Mijn achtergrondmensen waren geweldig, oké? Shout out naar jullie die mee hebben geholpen. Ik vond je leuk, alleen nu niet meer, kut Pascal, met je Minecraft hoofd. Ik wou gewoon een toffe video neerzetten, oké? Jesus Christ. Klein kindje, kijk nog Smurfen. Ja. Woosh! Fuck Pascal, waarom pet je Don? Jij vindt het toch ook niet leuk als er tegen jouw blok over wordt gezegd? Oh my god. Als allereerste, geef mij 1 reden waarom ik geen diss track zou mogen maken. I mean, door die hele video waarin Don zegt dat ik een blokhoofd heb, ben ik sinds die dag elke dag een blokhoofd genoemd. De één van jullie motherfuckers. Dus geef mij 1 reden waarom ik Don niet terug zou mogen pakken met een diss track. Pascal, je hebt zelf ook grijs haar, dus hou je bek. En je bent gewoon jaloers op Don dat hij meer subs heeft. Deze argumenten ook gewoon van, ja, je bent jaloers omdat hij meer subs heeft. Nee, dat is helemaal niet de reden waarom ik deze diss track heb gemaakt. Weet je wie een blockhead heeft? Fucking Pascal heeft een blockhead. Sorry Pascal, geen diss track over van maken, hè? Dit was dus de reden, omdat hij me uitdaagde. Maar stiekem hoopte ik wel dat mensen dit begrepen. Blijkbaar niet. Wat een kut diss track. Don is beter dan jouw blockhead. En het is gewoon niet normaal, debiel. Middelvinger. Maar ook gewoon als ik dit plaatje zie, weet ik al 100% zeker dat dit een meisje is van 8 jaar of 10 jaar of zo. Ik ben nog fan dat je doet lullig tegen mijn favoriete YouTuber. Wee. Ja. Hele saaie diss track, Pascal. Ook al had ik niks beters van jou verwacht. Je bent echt saai geworden. Hoe durf je Don te dissen? Hij is zoveel beter dan jou. Hij uploadt tenminste nog wel normaal. Ben heel blij dat ik gedeabonneerd ben op jou. Nou, ik ben ook heel blij dat jij gedeabonneerd bent op mij. Want ik hoef niet zulke fucking retarded kijkers te hebben op dit kanaal. Come on, man, als je de humor in een vriendschappelijke diss track niet kan zien, dan... Get away, man, go away, please! Hou je bek over Don met je kut, vuile kut, hond, vieze hond, klote homo, god, godverdomme, je bent...
Je hebt zelf een XXL geestelijke achterstand. Punt uit. Ik weet niet of ik dit serieus moet nemen of dit gewoon voor de fun is. Ja, nee, top, duidelijk, dankjewel. Wat een kut is track, zeg. Hij heeft wel de 1 miljoen abonnees en jij niet. Pascal, je probeert hier alleen views mee te pakken en voor de abonnees. No shit! Ik probeer vette shit te maken, waardoor ik meer mensen kan bereiken. Waardoor ik uiteindelijk nog vettere shit kan maken. Zeg maar wat elke YouTuber doet. Fuck jou gewoon met je kut diss track. By the way, nice diss track, Pascal. I mean, no hate, jouw videos zijn tof, maar fuck jou. Wat? Oké, kunnen we even één ding afspreken? Kunnen de mensen die soort van fake haatreacties plaatsen gewoon stoppen daarmee? Want letterlijk geen één YouTuber vindt die leuk. En waarom vinden ze die niet leuk? Omdat ze de sarcasme erin niet kunnen zien en jou niet persoonlijk kennen. Dus ze weten niet of het nou serieus is of niet serieus. Dus reageer gewoon normaal of reageer gewoon niet, oké? Maar dit waren dan voor nu de haatreacties. Daarnaast hebben we dus ook hele lieve reacties gekregen. Het is zo cool. Maar het deel van doe eens even leuk. Is dat ook in een echte video of heb je dat met ze opgenomen? Dat heb ik inderdaad met ze opgenomen. Of, nou, ik heb het niet met ze opgenomen. Ik heb gewoon gevraagd van yo, hey guys, kunnen jullie dit voor me inspreken? Dan kan ik dit toevoegen in mijn diss track. Eerlijk, deze diss track zit best goed in elkaar. Dankjewel, Sier553. Iemand die snapt hoe uitgedacht deze diss track is. Echt heel nice gedaan, man. Respect. Thanks, Marije, dat is lief. Dit is echt een goede diss track. Twee stijlen muziek, echt dope, man. Hier heb ik een jaar lang op gewacht bijna. Echt super hard. Had ik niet verwacht. Dit is echt de geweldigste diss track die ik ooit heb gehoord. Super vet. Hij staat sowieso in mijn playlist. Nu snap ik pas waarom hij een rode muts op heeft tijdens de videoclip. Pascal is de grote smurf. Hey, dat heb je goed gezien, Ties. Well done. Dit verwacht je niet van Pascal, maar deze track is hard. Boom! En dat is precies wat ik eigenlijk wou bereiken met deze hele videoclip. De mensen zouden zeggen van holy shit. Je kan zeggen van Pascal wat je wil, maar dit had ik niet verwacht. Sowieso wordt 2019 een heel ander jaar dan vorig jaar wat ik maakte qua content. Maar dat gaan jullie de loop van het jaar nog wel zien. Oh, nooit verwacht. Goed gedaan. Ik ben trots. Jij bent mijn voorbeeld. Meestal vind ik diss tracks niet leuk, maar deze vind ik top. Zotte diss track, maat. Kijk, er zijn niet alleen haatreacties, maar er zijn ook heel veel lieve reacties en die zie ik ook zeker weten. En laten we nu dan als laatste nog even reageren op mensen die gereageerd hebben op mijn diss track. Oh my god, het is ook gewoon vandaag gebeurd. En nu heeft Pascal na een jaar, echt letterlijk na een jaar. Ja, ja, het heeft inderdaad een jaar geduurd voordat ik daarmee begon. Pascal, dat kan je gewoon niet maken. Blijf binnen en ja, de rest gaat niet zeggen, oh my god. Wat is daar zo erg aan? I mean, het is toch de normaalste zaak van de wereld. Oké, ik snap dat voor jonge kinderen misschien raar is en al dat shit. Maar deze diss track heb ik ook niet helemaal gericht op jonge kids, you know? Want als ik daar rekening mee moet gaan houden, dan kan ik niet echt een diss track maken. Wel best een goede track, als je het mee mag vragen. Hoe het was ik van dit nummer van, er zat harde stukken in, er zaten ook grappige stukken in. Dat is Don heeft het Gargamel noemde. What you game in. Oké, dat is best wel goed in elkaar zetten als je mee vraagt. Hey, dankjewel, dat waardeer ik. Thank you very much, man. Is het nu puur gedaan omdat zogezegd Don oud is? Dat hij een rolstoeler is? Oh mijn god, deze guy heeft gewoon de rolstoel opgemerkt. Yes! 10 punten voor de easter egg die jij hebt ontdekt, knul. Oh, wacht. Is dat zo lang geleden? Ja, het is al zo lang geleden. Kun je stoppen met de hele tijd de district op pauze zetten? Want het... Hier, blijf binnen en masturbeer. Dit is geen kindvriendelijke video meer. No shit, de video is ook niet gemaakt voor kinderen. Want het is een diss track en die horen grof te zijn met vieze taalgebruikjes erin. Weer 15 grijze haren op zijn kop, hij is niet zeker meer. Grijze haren? Ten eerste is het hoofd, Pascal. En ten tweede, als je dit moet vergelijken, zijn het toch geen haren? Meneer, leef niet meer. Zet geen stap naar buiten, want dan ziet hij al die smurfen weer schreeuwen. Vergelijkt hij nu wat? Vergelijkt Pascal nu Gargamel als gaymeneer en dus zijn kijkers en al die dingen als smurfen? Ja, dat heb je helemaal goed. Nou, heel leuk deze video. Laten we nog eentje kijken. Word je een gaymeneer? Kan zo joch zo'n zware stemmen? Nou, dat houdt gewoon in je stem aanpassen, zodat het wat beter klinkt. Gamer. Waarom heeft deze guy trouwens ook zijn facecam zo klein in het hoekje? Je ziet zijn kop bijna niet eens. Stap 1, kijk een bochelkje. Kijk en leer. Kan je stoppen met de hele tijd op spatie drukken waardoor die video op pauze gaat? Een spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wat is er mis met Gargamel als boventand? Je haren grijs. Wat is er mis met Gargamel's boventand? Nee, gaat hij nou serieus opzoeken wat er mis is met Gargamel? Kijk, dit is wat ik zeg maar bedoel met kids die mijn diss track kijken en commentaar geven terwijl ze geen
fuck ervan snappen. Oh my god. Mels. Boven. Tand. Oh, hij zoekt het ook nog echt op. Are you... Oh my god. Gargamel, Milan's bitch, dan ben je wel. Je zei ik stap eruit, maar als ze belt, dan kom je nog eens. Gargamel is geen bitch, alsjeblieft. Gargamel is een bitch, hij is geen... Are you... God dang it, dude. Ik ben hier gewoon klaar mee. Goed, dit was mijn reactie op sommige van jullie reacties. Nogmaals, heel veel liefde naar iedereen die een leuke, lieve reactie achter heeft gelaten. En deze diss-track heeft gedeeld met zijn of haar vrienden of vriendinnen, moeders, familie en weet ik wat allemaal. Daarnaast is de diss-track nu ook te beluisteren op Spotify en iTunes. Check de linkjes in de beschrijving. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Scherp het daarbij!